Hallo visvrienden. Voor het vissen op gul, zeebaars of grote wijting gebruik ik een eenhaaks wapperlijn van plusminus 1 meter voorzien van een veer. Onder de desbetreffende video op de website De Strandvisser vindt u meer informatie over het materiaal dat ik voor deze onderlijn gebruik. Om te beginnen, ik gebruik voor me onderlijnen 70-honderdste. Waarom? Omdat ik ook 70-honderdste gebruik voor mijn voorslag. Vandaar. Wat ga ik eerst doen? Ik ga het eerst een swivel bead schuif ik op de lijn. Dan een kraaltje. Zo, dan heb ik hier het veertje. Doe wat dichterbij halen. Het veertje. Zo, schuif je erop. Dan krijg ik weer een klein kraaltje. Even zoeken waar het gaatje zit. Ja. Een sleeve. En een lead clip. Die ga ik met een halve bloedknoop ga ik die vastzetten. 3, 4 keer eromheen, hier erheen en hier erheen, vochtig maken en goed aantrekken. Zo, hier knip ik een stukje vanaf. Oké. Hier heb ik een 150 gram loodje. Met een aasclip. Dus hier doe ik de leadclip. Zet ik al vast. Zo. Nu ga ik een zijlijn maken. Daar gebruik ik amnesia voor. Je kan een 9.1 nemen. Omdat je, ja, je vist toch voor een gulletje een zeebaars. Dus zou ik een sterke zijlijn ervoor gebruiken. Oké. Ik gebruik hier de halve bloedknoop voor. Zo. Even vochtig maken. En aantrekken. Zo. Ik meet hem ongeveer uit een metertje. Gebruik niet een te kleine haak, een 1-0 of een 2-0. Kun je gerust gebruiken. Deze knoop ik met de halve grinner. Maak een lusje. Zo. Dan wikkel je een keer of 4, 5 keer door het lusje heen. Dat is 3. Een keer, dat is 4. Even vochtig maken.
Zo. Weer aantrekken. Goed aantrekken. Zo. Oké. Okay. Dus die zit, zit ook vast. Nu ga ik de haak hier aan vast. Dan meet ik hem uit. Zo. Kijk. Dit is 3. Zit je goed? Ja. Dan trek je gewoon wat strakker aan. En dan knijp je hem hier vast. Zo. Kijk. Dus ik zal eerst deze kant laten zien. Ja, en dan de andere kant. Als ik gooi en mijn loodje komt te water, dan schiet dit naar voren toe. En dan, op, schiet mijn haak los. Oké, wat gaan we dan doen? Dan knip ik hem ongeveer. Zeg hierdoor, een stukje verder, en dan maken we een lusknoop. Neemt een dubbel, eenmaal, tweemaal eromheen en dan hier doorheen. Dan heb je een soort achtje. Even vochtig maken en dan goed aantrekken. Deze knippen nog wat korter. Nou, en dan is je wapperlijn klaar. Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen, opmerkingen of een idee? Neem dan contact op via de website destrandvisser.nl. Veel plezier met het maken van deze onderlijn. En tot ziens.